Woensdag 15 juni is op Schiphol Plaza het gloednieuwe Dutch & Delicious geopend. Hier kan je terecht voor een gezond en oer-Hollands ontbijt, lunch of avondmaaltijd. We zitten natuurlijk al met een aantal concepten hier op Schiphol. We hebben een Italiaans concept, we hebben een Aziatisch concept. En het oer-Hollandse broodje wat we al 13 jaar hier voeren, wilden we toch niet doen verdwijnen. We zijn eigenlijk al een jaar of twee, drie bezig om te kijken wat we konden veranderen in het oude concept. En uiteindelijk, er is zoveel aanbod hier op Schiphol Plaza, zijn we eigenlijk op oer-Hollands concept gekomen. En dat is eigenlijk Dutch & Delicious. Ja, het is een goed tentje, goed eten. Lekker. Lekker Hollands. Dit is een broodje goed gevoel. Dus lekker Hollands met kaas en vlees en wat groenten. Smaakt goed. This is lovely. I just got here and it's the first place we came to. It's great. I don't know how to pronounce it, but the good govel. Govel? Goed gevoel? Yes, exactly. Yes, I think it's going to be delicious. I know you guys are known for your cheese, and I'm from Wisconsin in the USA, and we're also known for our cheese. So I'm gonna look and see how good yours ours is compared to mine. Ja, we proberen met de productenlijn weer terug te gaan, een beetje naar vroeger, hè? Naar oma's tijd, zeg maar. Gewoon echt de oude vloerbrood terug te halen. Eventjes weg van de pistoletjes, van de witte bolletjes en bruine bolletjes. Maar gewoon degelijk vloerbrood. Voor elk moment van de dag hebben we iets voor iedereen. Warm beleg, koud beleg. En het loopt zo 's middags naar salades door en in de avond hebben we ook daghappen. Ja, dat moet je toch in de Hollandse stampotten denken. Hè? De zuurkool, de boerenkool. Het kan de ertessoep zijn in de winter. En dat soort thema's moet je denken. Dutch & Delicious op Schiphol Plaza is het hele jaar en 24 uur per dag geopend.